Al ruim 20 jaar zit papegaai Elvis op de bar van restaurant Eerste Klas in het Centraal Station. Gasten en reizigers die er veel komen, viel het op dat het plekje van Elvis, de boomstam op de bar, leeg is. Mario Brandt, eigenaar van het restaurant, zag zich door het coronavirus genoodzaakt om Elvis tijdelijk ergens anders onder te brengen. We waren 3 maanden dicht, dus hij zit al 3 maanden in het papegaaienhotel. Jeetje, en hoe heeft hij het daar? Fantastisch, hij ziet er heel goed uit. En hij vermaakt zich met de andere papegaaien. Ja, en de klanten, die missen hem neem ik aan wel enorm. Die vragen elke dag naar hem. Ja. Heel veel mensen. Hij wordt heel erg gemist, niet alleen door het personeel, maar hij wordt ook gemist door allemaal vaste klanten die hier constant langskomen om te vragen waar hij is. We hadden toevallig deze week een reservering, die willen dicht bij de papegaai zitten. Ja, en wat moet je dan zeggen? Hij is er nu niet. Nee. Gaan ze dan nog wel reserveren? Ja, dat gaat gewoon door, ja. Hij is de belangrijkste persoon hier in het restaurant. Zonder hem is geen Eerste Klas. Brandt ging vandaag langs bij Elvis, die nu dus in een papegaaihotel in Den Eelp verblijft. Hij ziet er geweldig uit. En hij herkent ons, want daarom zet hij zich zo op. Hij heeft jullie gemist. Ik denk het wel, ja. En ik denk dat Elvis het restaurant ook wel gemist heeft. Ja, en dat zeker. Want dan heeft hij de hele dag mensen om zich heen. En dat heeft hij hier niet. Hij wil niet van jou? Nee, hij wil alleen maar. Hij denkt, ik ga nou niet meer weg. Nee. Maar ik wil mee. Mario, ik denk dat Elvis heel graag terug wil naar het restaurant. Wanneer gaat dat gebeuren? Volgende week. Want hij wil mooie vrouwen zien. En toevallig komt O'Gene volgende week ook optreden 4 keer. Vanaf de 15e. Live concert in Eerste Klas restaurant. Dus Elvis valt met zijn neus in de boter. Zeer zeker, ja. Hele knappe dames.